Uiteindelijk moet je toch over je legacy gaan nadenken. En dan lig je daar en dan staat op je grafsteen, hier ligt geen woning, verantwoordelijk voor 3 miljoen ton verpakkingsmateriaal. Allemaal uit de grond. En dat vinden wij, dat vond ik toch echt wel iets waar ik mij niet goed bij voelde. En we zijn ons eigenlijk toch een beetje gaan schamen over het feit dat wij dus heel veel verpakkingsmaterialen op de markt brengen, wat heel snel in een afvalstroom terechtkomt. Het is helemaal niet moeilijk om duurzamer te zijn. Geen kunststof meer. Het is helaas zo dat nog niet iedereen 100% overtuigd is dat duurzaamheid iets is waar we iets aan moeten doen. Wij doen wat we kunnen om het op te lossen. Als ik omga rekenen wat wij aan CO2-besparing op dit moment realiseren ten opzichte van als we niets hadden gedaan, dan is het wel heel veel. En daar zijn we heel trots op. Dat we straks ook terug kan kijken en zeggen van oké, ik heb in ieder geval mijn best gedaan.